video. Deze keer, dit wordt een hele korte video. Want we wouden een keer Risky Tom en Risky Wouter showen. En ik ben dus Risky Wouter. Oké, Tom, kan je zien? Ja, dat kan me zien. Oké, hij heeft een beetje last van hoogtevrees, dus ik ga hem daar vanaf helpen. Ben je bang? Wow! Ben je heel erg bang? Nou, zoals je kan zien wel, ja. Gewoon jumpen, dan ben je er vanaf. Bedoel je dan zo? Nee, gewoon echt zo! Oh, lekker Tom! Lekker Tom. Je kreeg echt een ontploffing. Goed, nou gaat Risky Wouter in de aantocht. Is Risky Wouter te zien? Zichzelf lijkt met een elastiekje. Okay. Die je bij de Action kan kopen. En we gaan ook. En we gaan live over. Nou ja, als je het over een jaar ziet, is het niet meer live. Of over een seconde is het ook niet meer live. Nee. Maar ja. Wow. En hij heeft ook een beetje last van hoogtevrees. Maar het is eigenlijk maar een meter of twee. Je gaat niet van de. Bot, jongen! Wow. Oké, nog één keer Risky Tom en daarna nog één keer Risky Wouter. Oh, ik kwam de knie tegen mijn kaak. Oh. Boeien. Eigenlijk had ik er weinig last van. Dit zijn paddenstoelen. Tom, kan je hier nog zien? Nee, ik zit met de rug naar de camera toe. Dus ik denk het niet. Ja, ik kan er niet. Kijk. Jongens, Tom, ga je hier jumpen of niet? Ja. Wacht even, dan weet ik misschien. Nee, dus, ja, ik weet iets beter dan zo. Als je last hebt van hoogtevrees en je voelt je een beetje duizelig op hoge hoogte. Dat klinkt ook logisch, hè? Hoge hoogte. Dan kun je beter met een lager stukje beginnen. En daarna. Jongens, hij heeft wel gelijk. Tom kan je zien. Tom, kan je zien? Nou, als ik in de spiegel kijk, wel. Oh. Ja, ik kan mezelf zien. Oké, nice. Goed, mensen. Naar beneden kijken. Ja, oké. Ik ga jumpen en ik raak me er langs uit. Jump! Ja, oké. Goed, ik ga jumpen in het zand. Snel, want ik hou die lan! Hier is het zand een stuk harder als je denkt. Maar toch fijn dat je niet in de lava valt. Goed, Risky Wouter, zie jij jezelf? Ja, hij denkt weer dat hij stoer is, een sprongetje. Hij denkt echt wel dat hij stoer is. Hij denkt echt dat hij heel erg stoer is met zijn sprongetje. En hij viel weer. Oh, waar heeft hij gezegd? Oh, niks hoor! Kijk, hij op de. Oh nee hoor, hij kan niet op YouTube. Echt wel. Nee. Ik zeg niet hoe die heet. Als je mij abonneert is het makkelijker. Hij denkt, oeh, hij viel bijna, zag ik. Jongen, als je valt dan ben je misschien dood. Ja, wel op je nek man. Ook op je rug. Goed, mensen, dit is een hele goede tip. Als je met rechterbenen naar beneden gaat, probeer dan zo langzaam mogelijk door je knie te zakken, zodat je niks breekt ofzo. Want het voelt alsof ik mijn been gebroken heb. Ouch. We gaan nou de video weer afsluiten. Oké, we gaan de video afsluiten met een leuk iets. Tip! Holy shit, ik ben bijna gelanceerd. Met mijn eigen pik. Oh! Oh. Jij rond even af, ja. Sorry, Tom. Sorry. Rond maar even af. Sorry, Tom heeft een beetje veel last van zijn been. Want, ja, nu wel. Ja, want ik deed iets heel onverwachts. Maar like, abonneer voor meer. En deze, ik weet het, deze video is kort, maar... Nou, is het de eerste die lang is. Ja. Maar niet dus. Maar ik ga de video afronden. Tom, zeg jij maar doei. Tom, zeg jij maar doei. Doei, YouTube.